We merken eigenlijk als apothekers dat de geneesmiddeltekorten in Nederland steeds groter worden. Dus dat we er steeds meer last van hebben. En dat dus onze patiënten daar ook steeds meer last van hebben. En we willen eigenlijk met deze actieweken ervoor zorgen dat we er meer aandacht voor vragen, landelijk gezien. Met de actieweek willen we dus ook laten zien dat wij vinden dat onze patiënten recht hebben op de juiste middelen. En dat ze niet continu van middelen moeten wisselen. Omdat dat gewoon echt gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. De apothekers vinden het dus belangrijk dat het probleem wordt verholpen. Deze apothekers uit onze regio zijn verenigd in een coöperatie genaamd Animo. Animo is een apothekerscoöperatie die we dit jaar hebben opgericht. En het is een coöperatie eigenlijk waarbij de meeste apotheken hier in de regio zijn aangesloten. En met deze coöperatie willen we ervoor zorgen dat we goed kunnen samenwerken als apothekers. Dus we willen zoveel mogelijk met elkaar samenwerken, maar ook met andere zorgverleners in de regio om eigenlijk de beste zorg voor de patiënt te kunnen bewerkstelligen. De prioriteiten en zorgen van de apothekers liggen dicht bij de patiënt. Ja, we vinden het ontzettend belangrijk dat onze patiënten echt de juiste zorg krijgen. En we merken dat we dat nu heel vaak niet kunnen leveren of niet de zorg kunnen leveren die we zouden willen leveren. En door hierbij aan te sluiten hopen we dat we inzichtelijk kunnen maken wat er speelt in Nederland. Hoe onze patiënten daar last van hebben. En hoe we daar eventueel met z'n allen over na moeten denken hoe we dat anders kunnen doen. Dus hoe dat landelijk verder opgepakt kan worden. We hopen dat we toch binnen LEF volgens mij meer dan 25.000 meldingen zouden willen krijgen deze week. Nou, volgens mij zitten we echt op die koers. En als je kijkt wat we hier in de apotheek melden, ja, dan kunnen dat wel 50 meldingen per dag zijn. En dan is dat wat wij hier al melden. Dus dan hoop ik ook dat de mensen waarmee we... Sommige mensen hebben het formulier samen mee ingevuld hier aan de balie. Maar met sommige mensen hebben we ook afgesproken dat ze het thuis invullen. Dus die hebben een QR-code van ons meegekregen dat ze het formulier kunnen invullen. Ja, en dan hoop ik ook dat zij dat allemaal hebben gedaan. En dan zit je echt toch wel dik aan 50 meldingen per dag. En dan alleen in deze apotheek.